volhouden. We zijn ondertussen nog een kam in hier. Ik zal door naar een karakter dicht maken voor de auto. Altijd handig. En dan geef het laatste ontbijtje van 12-14 Rudel. Op achtergrond zat je misschien wel jaren. Ben al de karpetsjetters actief. En dan geven we eigenlijk nog even een bedeltje. En ook nog een paar van die enthousiaste jongens voor de microfoon krijgen kennen. En ik hoop dat de verbinding nog steeds online is. Wel luid en duidelijk, Herman. Ja. Nou, dat is fijn. Want we hebben een klein aanloopprobleempjes en dan maakt het altijd spannend. We zullen het even ombijlen. Maar nummer 4 was. Ik had het dat ik juster zei, Pietertje, maar ik heb het beste met de neus ombijlen. Ja. Nou, dat durven we toch maar even, hè. Als ik een trainer neus of zo. Dat is weer de doorgereden. We zullen even zien wat er onder doorkomt. Hallo. Goedemorgen. Bist u Melanie? Ja. Dan hebben wij wat voor jou. Maar eens even zien en heel erg lekker ontbijt. Dat is even mooi. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Zeg, we krijgen even een beetje in de hoes. Een prachtig mooi ontbijt. Nou, zeker weten. Hè? Melanie, maar hebben die krijgt wat vreetje? Want ik ga dat is toch wel een beetje ziek was, toch net? Ja, dat wel. En gaat het nou ook een beetje beter met jou? Jawel. En ik ga je begrepen, dat is toch aan iets heel speciaals dwang je, toch net? Ja, naar Curaçao. Gaat toch helemaal naar Curaçao dan? Zo, en wat gaat u daar precies dwang naar Curaçao? Tappie. Gaat ze komen van Curaçao. En van helemaal top. Helemaal naar Curaçao moet. Super bedankt. Nou, dat is fijn om te horen. Want inderdaad, Melanie is helemaal naar Curaçao, ik begrepen. Ik zal je mij op radio de heid. Ze krijgt daar een speciale training, ik begrepen, of net? Klopt. We proberen Melanie nou naar Curaçao te krijgen. Het is bijna helemaal rond. Alleen de laatste dingen moeten nog gebeuren. En hopen dat ze met de therapie toch weer wat beetje gaat opknappen. Want Melody had al wel een hekkensweerde tier achter de eigen. Ja, klopt. He, 2 jaar geleden heeft ze een open hartoperatie gehad. En daarna heeft ze een hersenbloeding gehad. En erachteraan drekst. En ze heeft laatst nog weer een operatie gehad van amandelen. Die eruit moesten. Dus ja. Het is een tjenslag op tjenslag op tjenslag dan wat dat betreft. Ja, klopt helemaal. Anneke Heringa die hier nomineert via ontbijt rtvnof.nl. Ja. Nou, we hebben hier het laatste ontbijt u deelt bij Melanie die aan op een hele speciale training gaat naar Curaçao, dolfijnen training en had ze hartstikke volle zin in, had ik wel begrepen. En ze maakt graag lekker eten en dat komt helemaal goed. Via deze wil ik in ieder geval Bakker de Jong nog bedanken voor het beschikbaar staan voor de ontbijtjes. En ja, het weer laatst voor dit jaar en ik geef het er wel van u dat ik volgende keer met de marathon 2015 dit zeker weer doen gaan.